Bij Lindemans Aalst willen ze absoluut geen seizoen meer meemaken zoals dat van afgelopen seizoen. En met de komst van BDOH's Rode Leuven, dat volop Europees aan de bak is, kregen ze meteen een serieuze waardemeter tegenover zich. De thuisploeg won op speeldag 1 van Achel, 3-1, maar verloor een vijfzetter afgelopen speeldag op in en tegen Menen, waar BDOH's Rode Leuven op speeldag 1 met 3-0 onderuit ging versus Roeselare, maar op speeldag 2 VBC Warem punteloos huiswaarts stuurde. Zet 1, we gaan naar 16-14. De spanning blijft te snijden in de schotten, waar de Leuvenaars hem toch weten binnen te halen. Het wordt 0-1 met een 23-25. Het verschil tussen beide teams is niet zo groot en zo krijgen we spannende en leuke sets met langere rallies te zien. Set 2, de 8-10. Leuven blijft steeds een kloof behouden, al komt Lindemans wel terug tot een 24-24. Doch zijn ook hier de twee laatste punten voor de bezoekers. 24-26, het staat 0-2. In set 3 scoren beide teams beurtelings met de 6-6. Ook hier weet VHL een kloofje te slaan dat ze niet meer afgeven. En zo krijgt Aalst toch wel een dreun van je welste, denken we dan, na 0-3 verlies tegen dit Leuven. Want dat was niet meteen ingecalculeerd. Zetwinst voor BDOH's Rode Leuven, 21-25. Niet goed genoeg. We moeten niet rond de pot gaan draaien, we moeten geen excuses gaan zoeken. Het is gewoon niet goed genoeg bij ons. Niet één compartiment, maar alles gewoon. En vandaag, ik denk dat we de eerste set nog gelijk op gaan. Zullen misschien een beetje voorstaan, maar zij komen dan beter in de wedstrijd. En als het bij ons niet beter gaat, ja, dan moeten we lossen. En dat was het geval. En je ziet wel dat bij hun aan het vertrouwen echt wel een boost heeft gekregen. En dat wel meerdere dingen bij hun lukken. Maar ja, dat vertrouwen komt er ook als je goed speelt, dus dat is ook hun verdienste, maar bij ons was het gewoon niet goed genoeg, punt gedaan. Ja, echt wel. Een beetje onverhoopt mag ik wel zeggen. We wisten dat het een heel moeilijke match ging worden hier in Aalst. Zij hebben iets minder gespeeld, moet ik zeggen. Maar ja, dat was echt een onverwacht resultaat, vind ik.